We vervolgen onze reis door Zuid-Duitsland en het Klein-Walsertaal en brengen een bezoek aan de Breitachklamm bij Oberstdorf. De waterspreeuw bouwt een koepelvormig nest, ongeveer ter grootte van een voetbal. Het bestaat grotendeels uit mos, takjes en droog gras en wordt verweven met bladeren van loofbomen. Een klein gat in een koepelvormige nest verraadt waar de ingang zit. Het nest wordt vaak boven of langs stromend water gebouwd. De Breitachklamm is ontstaan door het wegsmelten van de Breitachgletsjer in de late ijstijd. De rivier de Breitach heeft zich in de loop der eeuwen een weg weten te banen door het gesteente, met als gevolg een kloof van ruim 150 meter diep en 2,5 kilometer lang. De Breitachklamm behoort daarmee tot een van de diepste kloven in Midden-Europa. De Breitachklamm ligt in de Duitse deelstaat Beieren, niet ver van de plaatsen Oberstdorf en Klein-Walsertal. De kloof werd ontdekt aan het begin van de 20e eeuw en is vanaf dat moment begaanbaar gemaakt voor bezoekers. Buiten te spitsuren is het zelfs mogelijk om de Breitachklamm met een kinderwagen of rolstoel te betreden. Dit is echter ook wel op eigen risico. Het hele jaar door is het mogelijk om een bezoek te brengen aan de kloof. Ieder jaargetijde biedt een ander schouwspel van de moeder natuur. Van reuze ijspiegels in de winter tot zonnestralen die fel op het water schitteren in de zomer. Sla ook met regen een bezoek niet af, want juist dan denderen er indrukwekkende hoeveelheden water doorheen. De eerste pogingen om de kloof toegankelijk te maken dateren van het einde van de 19e eeuw, maar waren niet succesvol. Uiteindelijk waagde de jonge pastoor Johannes Schiebel uit Diefenbach het om de klamm te ontwikkelen, zocht sponsors en richtte de Breitachklamm-vereniging op. Zijn belangrijkste motivatie was het vinden van een nieuwe bron van inkomsten voor zijn arme parochie en ontwikkelen van het opkomende toerisme in de regio. De eerste explosie vond plaats op 25 juli 1904 en op 4 juli 1905 werd de toegang tot de kloof ingehuldigd. Op 23 september 1995 om 6 uur vond er een enorme rotsval plaats, waardoor 50.000 kubieke meter gesteente en puin in de kloof gleed. Vervolgens werd 300.000 kubieke meter water op 30 meter hoogte afgedamd. Op 23 maart 1996 om 11.30 uur brak het water door, waardoor de kloof grondig werd verwoest en een schade van 150.000 euro werd veroorzaakt.
Het mooie en tevens indrukwekkende aan kloven is dat het meestal is gemaakt door moeder natuur. Doordat het water een weg zocht van het hoogste naar het laagste punt, ontstonden er kloven. De weg van de minste weerstand werd gezocht en door de brute kracht van het water ontstonden er kloven in de grond. In het geval van de Breitachklam is de kloof gemaakt door de Breitachrivier, die vanuit het Klein-Walsertal een weg naar Duitsland zocht. De Breitachklam bevindt zich daarom ook in twee landen. De entree vind je in Duitsland en het hogere tussen- of eindpunt ligt in Oostenrijk. De Breitachklam zelf is ongeveer 2,5 kilometer lang en heeft een hoogteverschil van 150 meter. Maar de wandelingen erin zijn iets minder lang. Zo kan je kiezen voor een enkel doortocht van iets meer dan 2 kilometer, waarbij je teruggaat met een bus. Indien je de Breitachklam ook terug wilt lopen, is de tocht 4,5 kilometer. Beide routes zijn aan elkaar te knopen en goed te doen voor ieder niveau. De tocht is overigens niet voor iedereen met hoogtevrees of claustrofobie. De afgronden kunnen soms vrij hoog zijn en de doorgangen wat smal en donker. De Breitachklam ontstond na de laatste ijstijd, zo'n 25.000 jaar geleden. Het klimaat in Midden-Europa was erg koud. Aardse oorzaken zijn verantwoordelijk voor de afkoeling. Het verschuiven en herschikken van continenten, reflecties van de zon door grote ijsmassa's en de veranderende loop van de golfstroom speelden een grote rol bij het ontstaan van de ijstijd in Oberallgäu. Daar was de temperatuur gemiddeld 3 graden onder nul. De Ilergletsjer in het Oberstdorfgebergte begon te groeien en duwde zijn gletsjerijstong in de uitlopers van de Alpen ten noorden van de Kempte. De Ilergletsjer werd bevoorraad door de Breitachgletsjer. Dit alles gebeurde ongeveer 23.000 jaar geleden. In het huidige Klein-Walsertaal lagen ijsmassa's tot wel 700 meter dik, waarbij alleen de hoogste bergen uit het ijs staken. Ongeveer 15.000 jaar geleden begon het warmer te worden. De gemiddelde temperatuur steeg en gletsjers begonnen te smelten en te verdwijnen. De gebieden Klein-Walsertaal en Tiefenbach waren ongeveer 11.000 jaar geleden ijsvrij. De Breitachgletsjer heeft een diep uitgesneden hoogdal in het Walsertaal achtergelaten. Het smeltwater van de jonge Breitach begon steeds dieper in de valleibodem te dringen. Er ontstond een diagonale scheur door de kalksteenrotsen van schratten. Omdat het gewicht van het ijs te sterk was voor de kalksteen. Via deze scheur vond de Breitach een weg naar de vallei in Tiefenbach. 90 meter lager. De erosie van de rotsen versnelde door puin, waterdraaikolken en zand. Het water spoelde de zachte mergellagen weg. Door het malen van water ontstond na 10.000 jaar een bijna 100 meter diepe kloof. De kloof is 1600 meter lang en slechts 2 meter breed bij de zogenaamde swing. We zijn ondertussen buiten de klam aangekomen en wandelen nog een stuk langs de Breitach.
vanaf de breidag zijn we omhoog geklommen en lopen bovenlangs terug naar onze startplaats. De waardplanten van de rups van de veenbesparelmoervlinder zijn lavendelheide en veenbes. De vlinder drinkt de nectar van de wateraardbei en de kale jonker. Het Hintersteinertal is een mooi dal, omgeven door bergen die veelal rotstoppen hebben, waaronder de Kleine Daumen. Als de kleine vos eitjes gaat leggen, zoekt ze 's middags een geschikte waardplant, de grote brandnetel. Overnacht daar en zet de volgende ochtend, nadat het warm genoeg is geworden, de eieren af. Als ze wordt verstoord, vliegt het vrouwtje in een rechte lijn weg. Even later keert zij weer terug om het afzetten te voltooien. De zomer-Erebia leeft bij voorkeur langs bosranden en in licht beweide graslanden in heuvelachtige tot bergachtige streken. De gele horenpapaver behoort tot dezelfde familie als de klaproos. De rotsvlinder vliegt van april tot september, tot op een hoogte van 2000 meter. Manneke van de Noornenbroene heeft een blaasprobleem. De kleur van het elfenvingerhoedje varieert van lichtblauw tot blauw-lila. Keizersmantels voeden zich met honingdauw, maar maken ook gebruik van nectar van koninginnenkruid, beemdkroon, distel en knoopkruid. De vlinders zijn mobiel en kunnen ver van bestaande populaties waargenomen worden. De beek Ostrach stroomt hier door een kleine kloof.
De soortaanduiding bifolia heeft de welriekende nachtorgers te danken aan het feit dat er meestal maar twee wortelbladeren aan de voet van de plant staan. De Nederlandse naam heeft hij gekregen omdat de bloemen in de avond en 's nachts geuren. Bij de bals gebruikt de keizersmantel het mannetje onder andere feromonen, die hij met behulp van zijn vele geurschubben produceert. De vrouwtjes van de bosparamoervlinder paren meestal binnen enkele uren nadat ze uit de pop zijn gekomen. Daarna duurt het nog gemiddeld 8 dagen voordat de eitjes rijp zijn. Er zitten hier zoveel vlinders bijeen omdat iemand bier gemorst had op deze pauzeplek. Donkere wolken pakken zich samen aan de bergtoppen. Nog even en het zal flink gaan regenen. De bloemen van de bruine drachtlelie bloeien slechts 1 dag, zijn groot en staan zijdelings. Waarschijnlijk is het van tuinafval afkomstig. We zijn in Oostenrijk aangeland en gaan naar beneden. Diep in het dal ligt de Breitach. De Breitach is ongeveer 21 kilometer lang. Het is een bergrivier. Later komt je uit in de Iller. Net na de grens Oostenrijk-Duitsland stroomt de Breitach door een nauwe kloof, die we daar straks al gezien hebben. De Breitachklamp. Brunel is een plant van vochtige bodems. Wanneer de plant is uitgebloeid, lijkt de bloeiwijze op een bijenkorf in het klein. Vandaar ook zijn naam, het bijenkorf. Bergvaleriaan, ook wel aangeduid als puinwandelaar, werd soms door bergboeren gebruikt als geneeskruid. In tegenstelling tot vele andere insecten hebben steenvliegen een voorkeur voor koelere en uitgesproken koude streken. De hele plant eendbes is giftig door de aanwezigheid van saponine. De plant wordt in de homeopathie gebruikt. Vroeger werd de plant tegen besmettelijke ziekten gebruikt. Daarom wordt hij ook wel pestbes genoemd. Hommels met lange tongen zorgen voor de kruisbestuiving van de gele monniskap. De naam vogelnestorgers heeft de plant te danken aan de wortelstok, waarvan de dikke wortels een vogelnestje vormen. Een witte bergdistel, zeldzaam, want meestal zijn ze roze van kleur.
De gestreepte huisslak is hermafrodiet, dus mannetje en vrouwtje tegelijk. Ze bevruchten elkaar wederzijds en zetten de eitjes af in pakketjes. Het nest van de eekhoorn is rond met een diameter van 30 centimeter en bevindt zich in een boom op minstens 6 meter hoogte. De Alpenlandsalamander is een bodembewonende soort die meestal in de strooisel laag verstopt zit tussen bladeren en mos of onder stenen, omgevallen boomstammen en struiken. Op het menu staan de kleine ongewervelden zoals insecten, spinnetjes en slakjes. De Alpenlandsalamander is zelfs niet van water afhankelijk als het om de voortplanting gaat, in tegenstelling tot vrijwel alle andere amfibieën. Hierdoor kan de salamander in relatief droge streken leven, zonder oppervlaktewater, wat de soort een grote voorsprong geeft op andere soorten. Vanuit Spendel gaan we het Wildertal in en we horen al gelijk een raaf. Raven worden beschouwd als intelligente dieren. Er wordt gezegd dat raven een pact kunnen vormen met wolven. Als een raaf een gewond dier ziet, zou hij op zoek gaan naar een wolf en diens aandacht trekken. Het leefgebied van deze paramoervlinder bestaat uit grazige open plekken die in of langs bossen liggen, of uit graslanden waar verspreid bomen in voorkomen. Meestal zijn het vochtige of moerassige plekken die begroeid zijn met hoge kruiden en de waardplant adderwortel. Hoog en heel ver weg op een sneeuwveld zien we alpensteenbokken. Het zijn vrouwtjes, te zien aan de korte horens. Het groot geaderd witje komt in grote delen van Europa voor, waaronder in Nederland, als dwaalgast. De vlinder vliegt van 500 tot 2000 meter in berggebied. Het heeft geen specifieke eisen aan zijn omgeving en kan daarom overal worden aangetroffen. Nogmaals hebben we geluk en heel in de verte zien we enkele alpensteenbokken met jongen. De moeder beschermt haar jong door vijanden aan te vallen met de horens of door ze af te leiden. En we zien nog meer dieren. We zien enkele hindes, ook weer hoog in de bergen. Vooral in de zomer blijven de herten boven in de bergen. De zwartblauwe Rapunzel is een langlevende voorzomerbloeier die overwintert met een raapvormige, verdikte wortel. We lopen al een hele tijd door het Wildenbachdal en langs de Wildenbach zelf. Het water komt uit de bergen met een mooie waterval, de Wildenbachval.
We komen weer in een plantenrijk gedeelte. Dat is vaak waar een waterval naar beneden komt, want dan wordt er kalkrijke grond aangevoerd. En daarop groeien allerlei planten, zoals dit alpenroosje. Het hardbladige kogelbloem. Alpensteentijm, enzovoorts, enzovoorts. De mannetjesorchis wordt door hommels en bijen bestoven. Omdat de soort geen nectar bezit, hebben de bijen al snel in de gaten dat dit geen voedselplant is en laten de plant verder links liggen. Van de familie schalabijter bestaan wel 800 verschillende soorten. Dit is de gladde schalabijter. Bij de Wildebachwaterval kijken we maar eens om en genieten van het uitzicht. Plots blijft onze hond stokstijf staan. Een gems staat vlakbij te grazen. Gemsen eten in de zomer allerlei plantaardig voedsel, als grassen en kruiden, knoppen, naalden, schors en twijgen. In de winter voeden ze zich met mossen en korstmossen. Het zijn dagdieren die in de middag rusten. Vrouwtjes en hun jongen leven in roedels die uit wel 100 dieren kunnen bestaan. Mannetjes leven voornamelijk solitair, behalve in de bronstijd. We keren om en gaan terug naar het startpunt van onze wandeling. Vanuit Mietelberg lopen we het Gemsteltaal in. In eerste instantie lopen we langs de Breitag, hier een lieflijk kabbelend beekje. De Gemstelbach komt uit in de Breitag. We besluiten de Gemstelbach een tijdje te volgen. Alpenlandschappen zijn ontroerend door een contrast. Imposante bergtoppen en natuurlijke bossen worden afgewisseld met zachte valleien, met bergbeken, goed onderhouden weiden en weilanden. Ook in het Klein Walsertal is dit prachtige landschap op die hoogte geen toeval, maar het resultaat van een samenspel van natuur- en cultuurlandschappen. Hierachter schuilt het werk van boeren, berg- en bosbouwers. Met hun werk zorgen zij voor dat de aantrekkelijkheid van het gebied en de soortendiversiteit behouden blijven. We krijgen zicht op de dalafsluitende bergen. Het Klein Walsertal is deel van Oostenrijk. Het is een Oostenrijkse functionele enclave. Het dal ligt ten noorden van de 2533 meter hoge Große Widerstein. De plaatsen Hirsegg, Mietelberg en Rietselen en aan het zuidwestelijke einde gelegen Baat zijn van de rest van Vooralberg gescheiden. Zij zijn uit het overige deel van Oostenrijk slechts lopend te bereiken via de Hoogalpas en de Gemseljoch. Met de auto kan men het dal vanuit Duitsland bereiken via het Oberstdorf. Het Klein Walsertal is een veedal. De rivier Breitag stroomt door het gehele dal. Het water in de Breitag komt uit riviertjes uit de verschillende zijdalen.
Vanuit Baat lopen we het Beerkoental in. Ook weer zo'n zijdal van het Klein Walsertaal. En de Beerkoentwag komt uit in de Breitag. Het Klein Walsertaal wordt bijna volledig door hoge bergen omringd. Deze bergen behoren tot de Allgauwer Alpen. Het hoogste punt in het dal is de Grote Wiedersein, 2533 meter hoog. Door deze berg wordt het Klein Walsertaal gescheiden van de rest van Oostenrijk. Andere bergen zijn de Hohe Iven, 2230 meter hoog, de Kanselwand, 2058 meter hoog, de Velhorn, 2038 meter hoog en de Walmerdingenhorn, 1990 meter hoog. We komen langs de Beerkoenthutje. Je kunt er niet overnachten, maar wel terecht voor een hapje en een drankje. Wij wandelen weer verder. De Turkse lelie wordt bestoven door dag- en nachtvlinders. Het is bijzonder heet deze dag, dus we besluiten om te draaien en terug te keren naar Baat. Een volgend zijdal staat op het programma, het Zwartwassertal bij Eck. De Natuurbrücke is een rotsbrug, bedekt met dennenbomen. Deze overspant de Zwartwasserbach in een platte boog. Het is bijzonder slecht weer. Het regent dat het giet. Onder de rots zien we een jonge waterspreeuw. Helaas zit hij heel erg donker. Even verderop komt de Zwartwasserbach met charmante watervallen naar beneden. Hier en daar zitten er draaikolken. Dodenwaad is giftig voor het vee en wordt dan ook bestreden door de boeren. Adderwortel dankt zijn naam aan de slangvormige wortelstok. Vanuit Rietselen volgen we het pad
langs de Schwarzwasserbach. Het is een natuurleerpad. Dodenwaard wordt ook wel witte nieswortel genoemd. Alle delen van de plant zijn zeer giftig. De mate van giftigheid hangt wel af van de standplaats. Planten op 700 meter hoogte bevatten 1,5% alkaloïde en planten op 2500 meter hoogte nog maar 0,2% alkaloïde. De opmerkelijke naam geitenbaard heeft betrekking op de bloeiwijze met sterk vertakte pluimen met crème-witte bloemen die doet denken aan de sik van een geit. De gevlekte orchis verspreidt zich via stoffijn zaad. Het fijne zaad bevat geen reservevoedsel en kiemt alleen als een wortelschimmel het zaad binnendringt. Voor het overleven als plant is deze aangewezen op een symbiose met een bodemschimmel. Nogmaals keren we terug naar de Breitag, nu vanuit Zwende. We gaan nog een keer het Wieltaal in, maar dan de andere kant op. Het koevinkje heeft van zwaardplanten de witbol, smelen en kroppaar, de zwenkgrassen. Er hebben in het Klein Waltertal 11 van deze soort bruggen gelegen. De Hufflerbrücke is ook al een paar keer verwoest geweest door overstromingen van de Breitag. De bos-Erebia komt in twee verspreidingsgebieden voor. Het noordelijke loopt van Scandinavië tot de Baltische Staten en het zuidelijke van oostelijk Frankrijk tot de Balkan. Reeds duizenden jaren leeft de boerenzwaluw in de nabijheid van de mens. Zoals onder andere blijkt uit vermeldingen in de literatuur van de oude wereld. Als aankondiger van de lente wordt de boerenzwaluw door veel boeren gezien als brenger van geluk. Terwijl hij bij zeelieden symbool staat voor een veilige thuisvaart.
De vrouwtjes van het bruin zandoogje vliegen alleen om voedsel op plaatsen om eitjes af te zetten op te zoeken. De mannetjes hebben een territorium waarbinnen ze korte vluchten houden, op zoek naar een vrouwtje of patrouilleren. Langzaam komen we aan het einde van onze reis door Zuid-Duitsland en het Kleinwalsertaal. We hebben daarbij de Breitach gevolgd, met alle zijdalen en beken. We hopen dat u genoten heeft van het uitzicht, de mooie landschappen, de planten, de dieren en vogels.